Wie zou eerder in een pornofilm spelen? Oh, wat een beschaamde vraag. Wie? Hallo iedereen, alles kids achter de rits. Mijn naam is Wilbo en ik ben hier met Rona. Wow. Is dat nou serieus? Ja, het gaat automatisch, omdat ik al 5000 video's met die jongen op. Nee. Ik ben hier met Ronald, zoals je ziet, hè? Nee, ik ben Ronald. Ik ben hier met Jackie en vandaag gaan we iets bekends doen. Nee, Spike, for f*** sake. Wij gaan vandaag Who's More Likely To opnemen. Dat houdt in dat Wilbo straks een vraag stelt en dan moeten wij een bordje omhoog houden. Ik heb hier twee bordjes. Moeten wij een bordje omhoog houden met degene die dat ook waarschijnlijk zou doen. Ja, dus dan krijgen we een stelling en dan moeten wij omhoog houden wie wij denken dat het eerder zou doen dan de ander. In sommige scenario's is het misschien helemaal niet zo dat het geen van beide zouden doen, maar het is meer van wie zou het eerder doen als het zou gebeuren. Ja. En vind jij dat nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren, want je wil natuurlijk lid zijn van de coolste YouTube-familie van heel Nederland! Je bent beter dan Ronald. Kevin heeft een vraag opgestuurd, dus we gaan even de vraag bij langs. Jij mag het wel helemaal niet zien, want anders is het helemaal niet leuk. Ik ben nerveus. Is dat erg dat ik nerveus ben? Ja, het is heel erg. De eerste vraag luidt: wie zou eerder rijk zijn? Dat is een hele nare vraag. 3, 2, 1. Wat heb jij? Nee. Ik heb jou. Ik kan niet zo goed met geld omgaan. Op een of andere manier heb ik het gevoel dat jij verstandiger met geld om zou kunnen gaan. Als het moet. En ik heb gewoon altijd pech, dus ik gun het mezelf gewoon niet eigenlijk. Jij hebt altijd pech. Ja. Wie zou eerder de hartenbreker zijn in een relatie? Oké, deze heb ik. Deze heb ik ook. 3, 2, 1. Wacht even, ik ben klaar. Go. Ik heb jou. Echt niet. Ik heb één keer iemands hart moeten breken. En dat was, kan ik niet meer. Je ziet dan echt zo van, hey, ik ben vet blij om je weer te zien. En toen zag ik zo van, En toen bracht ik het nieuws, om het zo te zeggen, op een zachte manier. En toen zag je echt gewoon haar gezicht gaan van, dus je zag de ziel breken de pijn, in de ogen. De pijn. Oh, dat wil ik nooit meer. Maar eigenlijk ben ik gewoon een pussy, dat wil ik wel zeggen. Waarom zou ik het moeten zijn? Waarom heb je jezelf niet gekozen? Nou weet je, omdat ik heb het één keer met iemand uitgemaakt. Maar alle andere keren, dat klinkt alsof ik heel veel heb gehad, is niet zo. Maar alle andere keren heb ik het niet uitgemaakt. Uh-huh. Omdat ze mij gewoon zat zijn na een tijdje. Ja, dat snap ik wel. Omdat ik gewoon raar ben. Ja. Dat snap je wel, hè? Ja. De volgende vraag luidt: wie zou eerder een drama queen zijn? Wie zou nou eerder een drama queen zijn? Oh, dat vind ik echt een moeilijke. Wie zou dat eerder zijn? Laat me even denken. Wie zou dat eerder zijn? 3, 2, 1. Heb je nou alweer mij gekozen? Ja, dat denk jij wel niet nou, van mij. Ik hou niet van drama, dus ik vermijd het ook altijd. Ja, maar als gewoon een drama queen. We hebben al een opname en dan is er van, oh shit, sorry, er is iets tussen gekomen, ik kan niet meer. En dan ga je zo van, je kan nog helemaal niks meer. Zo. Dan ben ik wel pissig, ja. Maak je van een mug een olifant? Nou, niet zo dramatisch doen. Nee. Ja. Kijk, jij bent ook nog eens ongesteld een keer in de maand, als het goed is. Dan ben je vaak wel meer een drama queen, denk nee, ik. Nee, dat is echt onzin. Maar goed, nee? Dat vind ik zo'n onzin als dat... Oké, nee, dat is dan een stereotype. Sorry, dan hoef je niet meteen zo'n drama van te maken. Nou ja, volgende... Waarom verpust ik meer video's nou meteen? Wie zou het langste zijn adem in kunnen houden? Oh my god. 3, 2, 1. Dat heb jij. Ik heb mezelf. Ja. We zijn het eens. Maar dan moeten we het eigenlijk wel tot de test brengen. 3, 2, 1. Ik kan langer mijn adem inhouden. Ik wist het. De volgende vraag is: wie zou er eerder betrokken zijn in een gevecht? 3, 2, 1. Ja, zie, ik weet het. Ik vind omdat je jonger bent. Ja, precies. Dat is de enige reden. Kijk, ik ben pussy nummer 1. Ik zou het altijd vermijden om te vechten. En ik hou gewoon niet van geweld. Maar weet je, ik heb zoiets van, ik zou wel eerder in een scenario komen waar iemand met me zou willen vechten. Ja, oké. De volgende vraag luidt: wie zou zich eerder zorgen maken om kleine dingetjes? Wie zou zich daar eerder zorgen om maken? 3, 2, 1. Echt? Hebben we
ook al zelf gekozen. Ja, jij bent meer een vrije vogel, heb ik het idee. Hoe bedoel je dat? Jij vertelt me wel vaker dat je zeg maar problemen hebt en zo. Ja. En dan zou ik echt zoiets hebben van, ik zou het gewoon niet trekken. Ik zou dat niet kunnen. Ik zou er niet mee kunnen dealen. Ik zou een mental breakdown hebben. Ik zou niet meer kunnen functioneren als een normaal mens. Maar jij wel. Jij doet dat nog gewoon. Ja, ja, nee, ik weet niet. Maar ik maak me wel druk vaak, hoor. Ik ben wel vaak stressed out of zo. We leren elkaar zo gewoon een beetje beter kennen. Ja, goed, hè? Ja, is wel goed zo. Ik voel de band. Ik ook. Ik... plakband. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Volgende vraag, luid. Wie, oh wie, zou eerder een wereldheerser worden? 3, 2, 1. Je hebt jezelf gekozen, nee. Ben je egocentrisch, ja, mag... klootzak. Nee, grapje. Vooral omdat ik heel vaak de hashtag langs zag komen, Jackie for President. Ik weet echt niet waar dat vandaan kwam. Er was ooit een keer iemand die zei dat in een reactie, Jackie for President. En toen zei ik dat en toen ging iedereen dat zeggen. Sindsdien is het een ding geworden. Toen heb ik een parodie gemaakt. Sindsdien is het Jackie for President. De volgende vraag is, wie zou eerder lachen op het verkeerde moment? Dat is echt het verkeerde moment waar je nu op lacht. Niet spieken! Ik heb echt niks gezien. Ik zweer het! Oké, 3, 2, 1. Go! Ja, Willy! Waarom denk je dat ik het ben? Waarom denk je dat ik het zou zijn? Ik voel me beledigd. Ik heb echt wel eens van die momenten gehad waar ik echt op de verkeerde momenten lag. Weet je, het leven is veel te kort, om niet te lachen. Precies. Gaat je moeder overlijden? Lach gewoon. Oké, dat is best wel sneu. Doe dan maar niet. Maar zoek wel goede momenten op. Kappen nou. Wie zou eerder plastische chirurgie doen? 3, 2, 1. Go! Hey! Waarom denk je dat ik onzeker ben? Nee, okay. Laat ik het zo. Ik ben wel altijd zo van, je moet tevreden zijn met jezelf. Ja. Je moet tevreden zijn met jezelf. Als ik de optie zou willen hebben, in de toekomst, nu nog niet, dan zou ik best wel de moedervlek bij me zou ik willen weghalen, want daar irriteer ik me dood aan. Maar moedervlek kan je gewoon weg laten halen, toch? Maar dat valt toch wel onder plastische chirurgie. Je maakt me zo onzeker in deze video. Je kiest altijd voor mij. Wie zou eerder zijn of haar geld uitgeven aan iets waardeloos? Klop, klop, klop. Ik zag je al, maar je wilde kijken. 3, 2, 1. Wat heb jij? Echt? Ja, ik heb net boven laten zien waar ik mijn geld aan geef. Jij zegt, ik heb niks waardeloos. Nou, het is in principe vind ik het niet waardeloos. Kijk, ik vind het bijvoorbeeld wel leuk om retro games en al die dingen te verzamelen. Maar die dingen kun je spelen. En daar heb je plezier van. Ik denk van. Ook dat het een investering is. Dat ook. Je hebt mensen die verzamelen bijvoorbeeld Funko's. Die dingen zijn waardeloos. Ja, je kan er niks mee. Nee. Ze doen niks. Ze staan alleen maar. Ja. Kijk, als je een paar hebt van die je leuk vindt. Sure. Maar er zijn mensen die willen ze allemaal. Ja, dat... En dan laten ze ze ook nog eens in de doos. En dan denk ik, dat snap ik al helemaal niet. Ze staan er alleen. Maar ik denk dat heel veel mensen als ze zien waar ik mijn geld aan geef. Dat ze zouden zeggen dat het kansloos en waardeloos is. En waarom... Wie zou eerder in een pornofilm spelen? Oh, wat een beschamende vraag. Wie zou eerder in een pornofilm spelen? Ja, ik denk dat ik mijn antwoord al weet hoor. Ik denk dat wat te vinden is op RedTube al ondertussen. Ja, dat weet ik zeker. Als je een bepaald antwoord zou kiezen, dan ben ik echt heel teleurgesteld in je. 3, 2. Waarom zeg je dat nou? 1. Omdat je een meisje bent. Wie bent die jongen en die vinden het leuk. Ja, maar bij de jongen is meestal alleen maar een penis te zien of zo. Dat is het. Echt, Lord of the Strings. Lord of the Strings? Ja, die lag een keer bij het tankstation bij ons in de blessen. Zag hij hem daar liggen. Ja, ik wil hem nog best wel een keertje zien eigenlijk. Gewoon voor de grap. Maar waarom denk je dat ik zie mij dat al doen? Ik zie jou dat gewoon al doen. Als ik nu naar RedTube ga, dan staat het er gewoon op hoor. RedTube, Jackie, Harry Potter porn. Zie, het staat er gewoon al op. Dat ben jij. Dat ben jij. Het staat er al op. Het staat er al op. Echt waar. Ik ga naar huis. Geloof me. Wie zou eerder in een Marvel film spelen als superheld? 3, 2, 1. Go. Papapa, daar ben jij. Ja, jij het samen. Maar superheld, dat wil ik echt wel een keer doen hoor. Dat vind ik... Ik ga het doen. Ooit. Huh? Ja, ooit. Dat weet je niet. Ik zou Spider-Man kunnen spelen. Tom Holland is de goeie, maar ik bedoel, zeg maar, misschien kan ik hem in een andere universe spelen. Ik vind Tom Holland is wel echt een leuke jongen. Ja? Ja. Nou, vind je hem leuk? Ja. Heb je al een nummer wel. Heb je zijn nummer ook? Ja. Heb je hem gesproken? Ja. Volgens mij zien jullie aan het daten.
Maar goed, dit was de video. Vond jij dit nou leuk? Laat dan een duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet Jackie's kanaal te checken. Jackie Plays Games. Maar deze keer niet. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mij. Of niet. En dan zie ik jullie, niet letterlijk, in de volgende video. Doei! Dat is jammer. Doei! Nee, het is wel niet. Doei! Dat was beter. Ja, maar het kwam niet voor de lens nee, langs. Dat is waar. Nou, was de video dan maar gewoon.